Rogier Smit heeft recentelijk een opmerkelijk bericht gedeeld op zijn Instagram, waarin het lijkt alsof hij afscheid neemt. Het bericht luidt, het einde. R.I.P. Rogier Smit. Tot ziens. De exacte betekenis van dit bericht is niet duidelijk, maar het lijkt op een afscheidsboodschap. Is Rogier van plan om zijn aanwezigheid op Instagram te beëindigen? Eerder werd gemeld dat Rogier zich had aangemeld bij een afkikkliniek, maar volgens Rogier zelf is hier niets van waar. In een interview met Weekblad Party benadrukte hij dat hij al ongeveer twee jaar geen haardrugs meer gebruikt. Hij gebruikt medicatie voorgeschreven door zijn huisarts vanwege zijn ad. Desondanks heeft hij wel een intakegesprek gehad bij een kliniek, met als doel zijn jeugdtrauma te verwerken. Rogier deelde mee dat zijn jeugd niet als warm en liefdevol werd ervaren, en hij wil dit graag verwerken met de juiste hulp. Het lijkt erop dat Rogier open is over zijn persoonlijke uitdagingen en op zoek is naar ondersteuning om met zijn verleden in het reine te komen. De betekenis van zijn recente Instagrambericht blijft echter vooralsnog onduidelijk.